De Student Swap Stuff is een project van de studentenvereniging BRIC die gebruik maakt van een swapkast om zo de afvalberg op het einde van het jaar te verkleinen. De Student Swap Stuff, zo heet het, dat komt uit een opleiding van KU Leuven Odyssee. Er zijn studenten die dat ontworpen hebben met het idee om de afvalberg op het einde van het academiejaar, als al die kotstudenten vertrekken, om die afvalberg wat te verkleinen. Dus een beetje de circulaire economie. Ik heb iets niet meer nodig, iemand anders kan het wel nodig hebben. Via deze swapkast kunnen studenten allerhande spullen ruilen. Hier staat van alles. Wat wij doen is per departement laten zien wat erin staat. Hier bijvoorbeeld, dat is voor badkamer. Dus daar staat al badkamerspul. Dat zou elektriciteit, toestanden kunnen zijn, servies. Alles voor in de keuken, potten en pannen. We hebben hier nog boeken. En weer ook nog. Boeken. Dus dat kan daar allemaal in. Door het grote aanbod van de kast is het bij veel studenten erg populair. During the first days it was very helpful because we didn't have time to go do groceries. So we would just come up here and you know take whatever we can and hopefully return something else. I really like this opportunity for us, either to save money and also to recycle. De Student Swap Kast staat voorlopig nog maar op één kot, maar door de positieve effecten op het milieu wil BRIC het project graag verder uitbreiden naar andere koten. Hier willen we het blijven houden en wij zouden willen voorstellen aan ieder kot dat er bestaat dat zij ook zo'n kast installeren. Op zich is dat interessant, je hebt iets niet nodig, iemand anders kan het gebruiken, laat het daarin staan. De Swap Kast is dus misschien een ideaal idee voor op jouw kot.